Peter, gefeliciteerd. Maar het spel was er volgens mij niet naar om je te feliciteren. Nou ja, nogmaals, in eerste instantie speel je natuurlijk altijd om te winnen. We zijn de eerste helft ingegaan om de ruimtes klein te maken en hun de ruimte te geven om te voetballen. Ballen te gaan veroveren en er snel uit te komen. Nou, ik moet zeggen, dat hebben we niet goed gedaan. Eén, hebben we te weinig ballen veroverd. En twee, hebben we, als we de ballen veroverden, dan waren we veel, veel te onrustig. En dan lijkt het inderdaad dat Achilles is. En het is ook zo, hè. Meer balbezit, hè? Wat verzorgde doet. Nou, dat is ook allemaal prima. Hè? Dat mag allemaal. Dat hebben ze met name op hun eigen helft gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze vanuit het vele balbezit wat ze hadden, niks gecreëerd. En dat is ook onze opzet, de eerste helft. Alleen, je probeert zeg maar in de omschakeling, op het moment dat je de bal verovert, probeer je wat toe te slaan. Zeg maar. En dat hebben we de eerste helft niet goed genoeg gedaan. Tweede helft, daarentegen toch wat verder naar voren, wat meer druk. Ik denk ook wat meer, en dan kijk ik naar de supporters van Zeevolde, wat herkenbaarder Zeevolde van een aantal weken geleden. Wat meer druk vooruit, wat meer agressie op de helft van de tegenstander. Nou, en dan zie je toch dat wij ook kansen kunnen creëren, want die hebben de tweede helft al gehad. En natuurlijk zal het voor hun heel zuur voelen. Ja, zeker op basis van de eerste helft waarin ze voelen dat ze beter zijn. Maar ja, nogmaals, dat ligt met name ook aan ons. Maar ik denk uiteindelijk wel een goede overwinning. Ik miste Sander Kuiperij. Ja. Nee, Sander, Niet vanwege zijn afwezigheid, want dat begrepen we dat had te maken met de werksituatie. Maar gewoon het type, aanspreekpunt, de rust. Ja, je zegt aanspreekpunt. Ik neem aan dat je... Aanspeelpunt, sorry. Aanspeelpunt. Ja. Dat knippen we eruit. Nee, hij is wel een jongen die we makkelijk kunnen zoeken vanuit de eerste bal, zeg maar. Ballen veroveren op zoek naar Sander. En dan ook inderdaad een aanspeelpunt is, waardoor je door kunt voetballen. En ik wil niet zeggen dat we hem gemist hebben of zo, maar dat is wel een type speler die je zo typeert, ja. Wat waren jouw pluspunten vandaag? Nou ja, in ieder geval de tweede helft, dat we toch in staat zijn geweest om de tweede helft het over een andere boeg te gooien. Dat je toch ziet dat je elftal zich daar wat prettiger bij voelt. Dus dat is wel iets om over na te denken. Wat verder van de goal af. Wat meer vanuit de energie spelen, wat meer druk zetten op de tegenstander. Dat is eigenlijk een pluspunt, maar zeker ook een leermoment voor mij. Je begon als trainer met een vreselijke wedstrijd tegen Alverna. Nu toch weer 6 punten. Ja, nou ja, als je die 3 wedstrijden bekijkt en zo raar is voetbal, denk ik dat we tegen Alverna het beste voetbal hebben gespeeld. Alleen met 5 in huis gingen. En de afgelopen 2 wedstrijden 6 punten pakken. Met misschien wat minder voetbal. Maar wel 6 punten. En uiteindelijk gaat het daarom. Was je bang dat je op een gegeven moment met 10 man of minder zou spelen? Dat niet. Het is altijd vervelend als jongens een gele kaart krijgen. En zeker op zo'n glad veld. En waarin het soms uitnodigt om te glijden. Maar ik heb nooit met samengeknepen gezeten. Ik vond de scheidsrechter een aantal keren wel wat warrig. Je kan volgens mij nooit achteraf een vrije bal geven als je niet gefloten hebt. De bal die gaat uit, wordt inbal. En vervolgens geeft hij een vrije bal. Daarin vond ik hem niet altijd even duidelijk, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er bij ons een rode kaart zou vallen. Nee. Giel Driever stond naast ons te kijken. Wanneer is hij weer terug? Giel die werkt aan zichzelf. Die zou misschien eventueel zaterdag kunnen spelen. Spelen hoeven ze in Bannenveld tegen SDVB. Maar ik denk dat ik hem daar nog niet ga gebruiken. En dat we eigenlijk ons richten op Glanenbrug. Dat is een week later. Dus kijken of hij na zaterdag, na SDVB, volledig mee kan trainen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wie was je laatste vraag? Wie was jouw man of the match van de zijde van Zeevolde vandaag? Man of the match. Nou, ik vond Mike erg goed spelen. Heel honkvast. En eigenlijk niet in de problemen geweest. Als ik er dan toch eentje moet noemen, dan zeg ik Mike. Okay. Nogmaals bedankt voor dit interview en gefeliciteerd met deze 3 punten hier. Ja, jongens, bedankt.